Goedemiddag, zeg, knijters. Lekker met hun leven, met de pilswees chillen. Lekker zitten op een kwebbelen, alles en nog wat. Wauw, ik vind hem zelf wel leuk. Ja, ik ga hem even lekker kijken, ik vind hem wel leuk, de intro. Super tof dat je kijkt naar Gloedeel Vlog. Mijn naam is Van der Pas, zoals iedereen weet natuurlijk. Ik ga nu klaarmaken om lekker richting werk te gaan. En eerst lekker wakker te worden. Ik heb meteen ingesmeerd met de zalf van. Met de crème in ieder geval. Dus dat is ook weer gebeurd. En nu maar lekker even wachten om op te starten. En dan lekker richting werk. Morgen heb ik wat anders te vertellen, maar daar kom ik morgen op terug. Want morgen moet ik niet werken. Zoals jullie hebben gehoord, waarschijnlijk tweede vlog terug, heb ik gemeld dat ik niet hoef te werken namelijk. Wat dat de reden is, gaan jullie morgen zien en horen. Misschien zien trouwens. Ik moet nog even achteraan. Maar in ieder geval sowieso horen. En ja, nu maar klaarmaken om naar werk te gaan vandaag. Oh, wat heerlijk zeg, knijters. Lekker met hun leven, met de pilswees chillen. Lekker zitten op een kwebbelen, alles en nog wat. En ja. Je hebt de hele tijd niet zitten mouwen. Dat Rick hier was. En Rick is weg en hij zit te mouwen. Wat is dat? Hey. Kom eens. Grote vriend. Hey. Wat is dat allemaal? Hey. Wat is dat nou? Eerst heeft hij niet zitten mouwen. En Rick is weg en jij zit te mouwen. Maar dat was even super gezellig. Hij heeft even een lekker bakje koffie lopen doen. Van mij gezellig. Hij zat daar op de bank. En Ranja zit hier bij mij. Hè, boef? Hè? Maar ja, was even super gezellig met hem. En ik heb nu lekker weekend. Dus ik ga dingen achter de computers doen. Even dingen hierop en daar. Morgen wel vroeg op. In ieder geval waarom. Gaan jullie morgen horen. En volgens mij heb ik het al gemeld, maar dat weet ik niet meer zeker. Wat ik nu ga doen is lekker achter de computer zitten. Ik draai mijn ding om. Ik ga lekker mijn pootjes omhoog zitten. En ik zal dan wel lekker Rick echt oude nummers kijken, luisteren van Basie en Adria. Maar als ik kijk, ik kan nog herinneren. Ik ging vroeger wel eens naar mijn opa en oma, van mijn moederskant. Ging naar... die heb ik eruit gehaald. Stekjes zitten verkeerd in. Die wil ik eruit hebben, maar die erin. Zo. Zo, hoppakee. Maar ja, dus dat. Ik ga nu even lekker ding achter de computer doen. Even lekker bij relaxen. En eerst denk ik editen. Voordat ik dat alles ga doen. En even wasje doen. Zo, de eerste wasje zit erin. Ze is eruit. Alleen de tweede was moet nog gebeuren. En ik ga even lekker even Gaia eten geven. Ja jongen, jij krijgt eten. Ja jongen. Even alleen een zakje pakken natuurlijk. Oh, die staat hier zo. Oh, hoppakee. Zo. En nu maar even jouw eten geven jongen. Dan gaan we dat even doen. Zo. Ja jongen. Hoppakee, die straat, de eten van hem. Hoppakee. Ze zit hier te kijken zo meteen waar de eten is. Terwijl het hier al staat, daar zo naar eindelijk heeft hij gevonden. Maar ja, dit weggooien. En dan ga ik lekker YouTube kijken en wachten tot ik zelf kan eten. Want het is nu alweer 17:12 en ik moet nog eten. Vanmiddag eten heb ik al gedaan. En ik zit lekker nu met Suderans. Lekker ervan genieten. En wat ik zo meteen ga doen is, als ik niet vergeet, is stemwijzer laten zien wie voor mij de beste, maar eigenlijk voor mij keuze partij is eigenlijk. Wie ik bij mij past, om het zo te zeggen. Even lekker eten opgehaald bij de groep en dat is lekker nasi met pindasaus en kroep. Zo.
Kroek. Koek. Koek, koek. Maar oké. Maar dan ga ik dat lekker eten. Oh, dat is niet zo erg zo aan het denken. Een koek, 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 koek. Oké. Maar ik ga even lekker eten. En laten we er lekker van genieten in ieder geval. Oh, nasi. Lekker met kroep, koek. Kroek, koek. En er zit eentje die ook dat wilt. En die gaat gelijk weg. Lekker vind ik, wat ik heb eerder verteld. Met lekker kroek, koek en pindasaus. Ik doe altijd. Ik ben trouwens aan het eten. En dan... ik ga even één ding doen. Even al die kroek, koek daar neerleggen. Want... dan kan ik de pindasaus en de nasi door elkaar roeren. Daar heb ik even wel behoefte aan. En deze eet ik lekker op. Kijk, want daar... wat ik al zei, daar heb ik een behoefte aan. Dus vandaar. Zo, even daar neerleggen. Zo. En dan ga ik hierna ook even gelijk even bij zeggen. Moet ik dadelijk weer meteen ontsmetten. Zo, oh, zo'n lekker zo. Pindasaus maken gewoon alles lekker gewoon, vind ik. Ja, lijkt hem heel raar als je bijvoorbeeld pindasaus bij... macaroni doet of spaghetti. Behalve bij Bami, dat is wel lekker. Maar ja, dat is een beetje waar je bij moet houden. Zo, ik mis te denken, ik mis één ding. Maar het kan gebeuren dat ze zijn vergeten. En dat is eigenlijk ei. Want ei hoort erbij. Wauw. Dan ga ik even lekker proeven. Ik zag goed gekeerd. Maar ik kan het ook al mee zo doen nu. Dus lekker met kroekkoek. Ik kan het zo moeilijk uitspreken. Ik weet niet waarom. Zo. Lekker zeg. Ik ga lekker maar even eten. Yo, wat ik nu weer ga doen is even lekker meteen ontsmetten. Heerlijk te eten. Nou, heerlijk is een beetje ander verhaal. Ik zeg eerlijk. Smaakt niet verkeerd. Ik vind dat ik gewoon eerlijk moet zijn, maar ja, ik vond het droog. Ik vond het plakkerig. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Dat was het enige wat ik vond, eigenlijk. Maar, ik ga even lekker mijn tenen even ondervetten. Want dat moet ook even gebeuren. Zo, op. Hoppakee. Zo, alweer klaar. Dus. En ik zat toevallig lekker rustig op gemak YouTube te kijken. En ik met één. Ik heb één slof trouwens gewoon mijn sok aan. En de ander heb ik al uit. Dat vind ik veel lekkerder. En meteen lekker ruimte. En ja. Dat is gewoon even lekker. En lekker YouTube te kijken. Mijn kussen zit hier goed. Hapjeske idee. Zit ik lekker op mijn kont. En ja, een beetje relaxen, gewoon achter YouTube. Een beetje radio luisteren. Ik heb niet zoveel heb ik gedaan eigenlijk vandaag. Ja, heb je ook wel eens, hè, dat je dag niks te doen hebt. Of niks hebt. Morgen heb ik wel wat te doen. Kom ik morgen nog op terug, hele verhaal. Ik denk dat wat er morgen gaat gebeuren... mensen niet hadden verwacht of gaan verdenken... of er wordt gevlogd, is de tweede vraag. Ik ga het proberen. Ik ga even achteraan, in ieder geval. Maar er gaat iets gebeuren wat jullie niet verwachten. En ik ben benieuwd wat jullie gaan vinden, eigenlijk. Dus ik ga nu even in ieder geval... nu even lekker YouTube kijken. Morgen gaat er wat leuks gebeuren. Twee dingen. Morgen moet ik mijn vriendin bellen. En voor een reden ben ik morgen vrij. Voor een reden. Maar dat gaan jullie morgen horen. Ik ga in ieder geval nu lekker YouTube kijken. Laten we het even doen. En hoe laat ik ga slapen, ik heb geen flauw idee. Ik ga, voordat ik wel ga doen, verder gaan kijken naar YouTube. Is dat ik nu wel even wasje ga draaien nog.
Want er moet morgen wel even wat wasje gedraaid worden, namelijk. Oh, die erin. Zo. Ik ga wel even snel wasje draaien, hè? Want ik heb al wasje gedraaid, maar ik moet er nog één doen. Want anders komt, heb ik niet alle was gedaan en ik wil dat wel gedaan hebben eigenlijk. De meeste was. In ieder geval was van vandaag één was, het belangrijkste was, heb ik zo gedaan. Sokken en onderbroeken natuurlijk. Die heb ik even gewassen. En nu maar lekker. Even nu handdoeken. En dan ben ik. En mijn kleren nog. Andere gewoon normale kleren. En dan ben ik klaar. Zo. Nu heb ik op 60 ook. Zo. En dan start. En klaar is Kees. En dan wachten maar. En dan allerlaatste was dat alleen de kleren. En dan ben ik al helemaal klaar. En morgen lekker relax, op gemak, afwas. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Ben je met mijn meisjes en we maken lol. Weet niet of jij dat overstond. Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag een nieuwe show. Nieuwe show. Lachen wij je sowieso. Hier, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat je op YouTube staat. Ik kan jullie wat vertellen. Ik ken die tekst waar uit mijn hoofd, hè, van Enzo Knol. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Ik weet niet of jij dat ook verstond. Dat was Benny op de achtergrond. Kus. Wauw, ik vind hem zelf wel leuk. Ja, ik ga hem even lekker kijken, ik vind hem wel leuk, de intro. Shout, en zoals je kijkt, dikke shout aan jou. Ik kan beter maar niet meer gaan zingen, want er klonk voor geen cent. En twee, ik zei al verkeerd. En die daar is ook een boef. Waarom? Ik zit gewoon in een vuilniszak van, die ga ik morgen maar ook weer weggooien. Van, die zat er gewoon in de vuilniszak. Echt ongelooflijk boef is dit. Maar ja, ik ga nu maar even klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Wat ik tegen jullie zeg is dat ik jullie allemaal wil bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je je mee abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers een gewoon nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik heb even doen eigenlijk mijn tenen vetten. En ik ben tussendoor even lekker editen. Over een paar weken is het natuurlijk ook weer stemmen trouwens. Wil ik even over hebben. En ik zat al te kijken. Ik weet totaal niet of ik ben. Maar